Mijn naam is Jane Zuidema en mijn boek gaat over de perfect kick-off van een project. Een kick-off is perfect als de projectteamleden naast de harde dingen, zoals wat is de planning, wat is de scope, hè, wat is het doel, ook een stevige ondergrond krijgen van hoe gaan we met de gedragsdynamieken om het team en in het team heen. We hebben een international survey uitgedaan vorig jaar onder allerlei projectmanagers met één vraag: what's your worst nightmare? Daar kwamen vier dingen uit. De eerste nightmare was: hoe maak ik er in hemelsnaam een team van? Want ik krijg allemaal losse mensen en ja, hoe maak ik dat een echt team? Het tweede was: hoe ga ik met mijn stakeholders om, met al hun politiek en al hun dynamieken? Het derde was happy flow planning. Hè? Ja, in het begin wordt het net gedaan van: ah, nee, dat gaat allemaal goed, dat gaan we niet in één keer doen, dat is de planning. Dan gaan er toch weer dingen fout en dan wordt die planning niet bijgesteld, omdat er bijvoorbeeld al een go-to-market date is. En de vierde is scope creep, hè? Er is een duidelijke scope afgesproken en dan gaat iedereen zich intern weer, krijgt nieuwe insights of wat dan ook, en dan gaat die scope, die gaat iedere keer weer verschuiven. Nou, al die vier dingen hebben natuurlijk met gedragsdynamieken te maken. En in het boek staan deze vier dingen ook centraal. En zullen we daar heel veel bewustwording, tools geven die je zowel in de kick-off kan gebruiken, maar vooral ook daarna. Ik heb de vraag: wat is een goede projectmanager aan een aantal van de managers van projectmanagers gevraagd bij bedrijven die ik faciliteer. En het interessante is ook weer of je het nou bij Philips vraagt of bij ASML. Ze komen allemaal met hetzelfde profiel. En ze willen dat een projectmanager een zekere emotionele volwassenheid heeft. Als een projectmanager zich helemaal identificeert met het project en ineens krijgt hij de resources niet of wat dan ook, en dan gaat er allerlei processen heen en voelt zich verraden, gaat zijn verhaal halen, dat is niet de projectmanager die het gaat redden. Een projectmanager moet een afstand houden. En daarom zoom ik in mijn boek ook heel erg in op: hoe kun je nou analyseren, hè, met een aantal van mijn tools, welke weerstanden er aan zullen komen? Wat zijn daar vaak ook de neurologische en psychologische omstandigheden die dus altijd zullen gebeuren? En de kunst is om, en dat probeer je met het boek heel erg te bereiken, dat je zo voorbereid bent dat je de emotionele afstand ook kunt houden en een professionele projectmanager kunt zijn.